Stress is een van de belangrijkste beroepsrisico's geworden om ziek te worden van je werk. Stress is gevaarlijk. De werkelijkheid is dat het toch nog steeds een taboe is voor heel veel mensen en heel veel beroepen om op tijd aan te geven dat ze het niet meer aankunnen. Mensen worden ziek niet alleen vanwege de stress van het werk, maar ook bijvoorbeeld pesten, treiteren op het werk, komt heel veel voor. Discriminatie die mensen ervaren, waar mensen letterlijk ziek van worden, maar ook agressie. Heeft een enorme impact op het leven van mensen. Kan mensen langdurig laten uitvallen. Je ziet dat mensen veel te lang doorgaan en dan echt met een burn-out of een overspannen situatie heel lang uitvallen. Dat willen we niet. Dus de nieuwe situatie zoals die zou moeten zijn, is dat het een gewoon onderwerp is op de werkvloer. Een gewoon onderwerp met je baas, hoe het met de werkdruk staat. En dat je dan dus ook veel eerder afspraken kan maken, zodat mensen met opgeheven hoofd en met werkplezier hun werk aan blijven kunnen. Ik heb zelf ook wel eens meegemaakt dat mensen bij mij aankwamen en zeiden, ja, dit gaat me boven de pet, het wordt me te veel. En in de meeste gevallen bleek dat inderdaad ook zo te zijn. En moest ik het eigenlijk mezelf kwalijk nemen. Want als leidinggevende vraag je heel veel aan mensen om je heen. Maar eigenlijk is het ook je taak om zelf na te denken van, kunnen ze het aan? Is dit nog reëel wat ik vraag? In mijn beroep wordt dat vaak vergeten. Maar het laat weer zien hoe alert je daarop moet zijn. Ik ben heel gedisciplineerd in wat ik wel en niet doe. Ik dineer niet met werk. Dus ik ga gewoon naar huis om 5 uur. Ik breng mijn kinderen 's ochtends naar school, zodat ik weet dat ik ook gewoon nog vader ben en niet alleen maar minister. Er zijn genoeg dagen dat ik tot 's nachts moet werken. Maar ik kan die balans goed vasthouden, maar ik realiseer me heel goed dat ik makkelijk praten heb omdat ik de baas ben over mijn agenda en over mijn omgeving. En omdat ik me echt heb aangeleerd het niet zo ver te laten komen dat je te moe wordt of te gestrest. Ja, het belangrijkste advies wat je mensen moet geven, maar het is ook altijd makkelijk gezegd, is om heel goed op de signalen te letten die je eigen lichaam, die je eigen gemoed afgeeft. Je merkt aan jezelf als je 's ochtends uit je bed stapt met minder energie of met tegenzin, of als je niet goed kan slapen van de stress, dat zijn eigenlijk signalen waar je wat mee moet doen. En het is vaak heel lastig om er meteen mee naar je baas te stappen, maar je kunt het misschien met een collega bespreken of met een vertrouwenspersoon op het werk, maar je moet er wel wat mee doen.